Ja, het is in ieder geval iets anders dan als een nederlaag. Dus ik denk wel dat we nu met een iets wat beter gevoerde de play-offs kunnen gaan. Ja. Ja, en het is nu bekend ook wie jullie daarin treffen. FC Eindhoven is de tegenstander. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, we hebben nog een appeltje met ze te schillen. We hebben uit 4-0 op onze broek gekregen. Dus we hebben nog wat recht te zetten met ze. Nou, jij bent die eerste wedstrijd nog geschorst, hè? Kom nog door die heel lang geleden die kaart bij Roda uit. Ja. Ik zelf was het al vergeten. Ik was vergeten dat ik een kaart had gepakt tegen Helmond. Die tegen Roda, die herinnerde ik me nog. Maar 2 dagen geleden kwam de teamleider binnen. En die bracht het nieuws. Ik was er niet echt blij mee, maar... Ja, het is niet anders. Ik moet me maar richten op de wedstrijd van vrijdag. Ja, zo zijn de regels, maar het is wel apart, hè? Want het is zo lang geleden en dan opeens staat er nog 1 wedstrijd schorsing. Raar verhaal. Nee, precies. Vind ik ook. Maar ja, het zijn eenmaal de regels. Ik moet ermee leren leven. Ja, zoals ik al zei, het is niet leuk, maar ik zou hem eroverheen moeten zetten en me gewoon volledig moeten richten op vrijdag. Hey, vandaag hebben jullie best wel wat kansen gecreëerd, met name uit de omschakeling, uit de counter. Is dat ook een tactiek, denk je, die toepasbaar is in de play-offs? Ja, we hebben veel snelheid voorin en als de tegenstander veel ruimte achterlaat in de rug, dan kunnen wij daarin gevaarlijk zijn. Dus een aantal keren waren we redelijk gevaarlijk. Alleen zijn we net niet precies genoeg in de afronding, maar we hebben in ieder geval meer kansen gecreëerd dan in de voorgaande weken. Ja.